Het centrum van Dedemsvaart is in ontwikkeling met de uitvoering van het masterplan Centrum Dedemsvaart. Een overkoepelend plan voor de ontwikkeling van het centrum van Dedemsvaart in de komende 20 jaar. Het uiteindelijke doel is een compleet, compact, comfortabel en duurzaam centrumgebied. Goed bereikbaar met voldoende parkeerplaatsen. Het masterplan Centrum Dedemsvaart bestaat uit 20 deelprojecten. Er zijn 10 ontwikkelprojecten die samen de bouwstenen van het nieuwe centrum vormen. Zoals nieuwbouw van winkels, woningen en horecavoorzieningen op en rond de markt en de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum. Daarnaast richten 10 deelprojecten zich op het verbeteren en herinrichten van de openbare ruimte. Deze projecten vormen het cement van het plan en worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hardenberg. Het centrumgebied krijgt ook een nieuwe verkeersstructuur. Doordat de Julianastraat en de Wisseling weer geschikt zijn gemaakt voor tweerichtingsverkeer, kan verkeer via het circuit Julianastraat-Prins Bernhardstraat, Markt, Wisseling, Julianastraat door het centrum rijden. De Tuinstraat wordt aan de zijde van de markt afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De belangrijkste parkeervoorzieningen liggen in het gebied rond de markt, in het gebied Julianastraat Noord en aan de Lange Wijk. Als eerste deelproject van het masterplan Centrum Dedemsvaart is de Julianastraat over de hele lengte opnieuw ingericht. Tussen de Wisseling en de Lange Wijk is van gevel tot gevel een nieuwe bestrating gelegd van Hollandse straatbakstenen in een gemêleerd kleurenpalet van oranje-rode en rood-bruinachtige tinten. Obstakels zijn verdwenen en aan beide zijden van de weg zijn laanbomen geplant. Er is nieuw straatmeubilair geplaatst, zoals afvalbakken, bankjes en lichtmasten. Ook de rotonde met de Lange Wijk is aangepast. Verkeer kan nu weer in twee richtingen door de Julianastraat rijden. Parkeren kan ook langs de Julianastraat. De parkeerplaatsen in de blauwe zone worden gemarkeerd met blauwe klinkers. Er zijn metalen noppen met de afbeelding van Baron van Dedem aangebracht als afbakening van de parkeervakken. De nieuwe inrichting geeft een levendig, erfachtig beeld met een pleinachtig karakter, waardoor automobilisten hun snelheid moeten aanpassen. De Julianastraat is dan ook een shared space gebied. Dit is een verblijfsgebied waar motorvoertuigen te gast zijn en waar verkeersborden, obstakels en wegmarkeringen zoveel mogelijk ontbreken. Shared space legt de verantwoordelijkheid voor verkeersveilig gedrag bij de weggebruikers zelf. Ook de Wisseling is opnieuw bestraat en ingericht volgens het shared space principe en ook hier is verkeer in twee richtingen weer mogelijk. Langs de Wisseling is een 170 meter lang trottoir van houten vlonderplanken aangelegd. Het muurtje tussen de Wisseling en de Dedemsvaart is hiervoor afgebroken. Ter hoogte van de markt en ter hoogte van de Julianastraat is vlak boven het waterniveau een vlonder aangelegd. Dankzij de vlonders is er weer een verbinding gelegd tussen het dorp en de vaart. De vlonders liggen op het zuiden en zijn daarmee een ideale locatie voor bijvoorbeeld een terras. Ook kano's of kleine bootjes kunnen er afmeren. De Marktstraat vormt de ader van het kernwinkelgebied en verbindt voor voetgangers de Julianastraat met de markt. Bij de herinrichting van de Marktstraat is aangesloten bij de inrichtingsprincipes van de Julianastraat. Hierdoor heeft ook de Marktstraat een kwalitatief hoogwaardige inrichting zonder obstakels. Aan de Meester Zacharias Tijlaan is aan de achterzijde van de hervormde kerk een parkeerterrein aangelegd dat ruimte biedt aan 65 auto's. Het parkeerterrein ligt op loopafstand van het centrum en is dan ook niet alleen bedoeld voor bezoekers van de kerk, maar ook voor bezoekers van het centrum van Dedemsvaart. Op het noordelijke deel van het terrein ligt een natuurvriendelijk parkeerdek, bestaande uit waterdoorlatende kunststofroosters waar gras doorheen kan groeien. Doordat waardevolle bomen zijn behouden, heeft het parkeerterrein een groene uitstraling die goed past in de omgeving. Op het terrein staat een oplaadpunt voor elektrische auto's. Vanaf het parkeerterrein is een nieuwe entree aangelegd naar de kerk, zodat bezoekers rechtstreeks vanaf het parkeerterrein naar de kerk kunnen lopen. Aan de noordkant van de Lange Wijk, naast de school De Zeven Linden,
En bij de hoek van de Zuidwoldestraat is een nieuw parkeerterrein aangelegd. Het terrein biedt ruimte aan zo'n 70 auto's en is vooral bedoeld voor werknemers in het centrum van Dedemsvaart. Het terrein is bestraat met betonklinkers. De parkeervakken zijn aangeduid door gebruik te maken van verschillende soorten bestrating. De verlichting bestaat uit wat lagere lichtmasten die goed passen bij het parkeerterrein, voorzien van energiezuinige ledlampen. De Prins Bernhardstraat is in de nieuwe verkeersstructuur voor het centrum van Dedemsvaart een belangrijke route voor bevoorradingsverkeer dat van en naar de markt rijdt. Daarom is de Prins Bernhardstraat opgewaardeerd en verbreed tot 5,80 meter, zodat er voldoende ruimte is voor vrachtverkeer. In de Prins Bernhardstraat worden nieuwe lichtmasten geplaatst. Hier komt een nieuw type lichtmast die moet passen bij de verlichting die op termijn ook in de naastgelegen Oranjebuurt wordt geplaatst. Hierbij wordt natuurlijk ook gebruik gemaakt van energiezuinige ledverlichting. Aan de Julianastraat, op de plek waar gebouw het centrum jarenlang te vinden was, wordt een nieuw multifunctioneel centrum gebouwd als aantrekkelijke ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dedemsvaart. In het centrum gaan diverse organisaties op het terrein van welzijn, sport, zorg, cultuur en sociaal-maatschappelijke thema's samenwerken. Het centrum biedt ook ruimte aan het verenigingsleven of organisaties voor bijeenkomsten, trainingen, spreekuren of cursussen. Het oude pand van het centrum is in het najaar van 2012 gesloopt. Alle functies van gebouw het centrum zijn tijdelijk te vinden in het voormalige Vechtalcollege aan de Lange Wijk. Het nieuwe multifunctionele centrum wordt in 2013 gebouwd. Het gebouw is ook flexibel uitgevoerd, zodat de indeling gemakkelijk te veranderen is. Dit is niet alleen multifunctioneel, maar ook duurzaam. Het nieuwe multifunctionele centrum wordt begin 2014 in gebruik genomen. Bij het nieuwe centrum hoort ook voldoende parkeerruimte voor bezoekers. Aan de Tuinstraat komt een parkeerterrein voor ongeveer 108 plaatsen. Dit kan worden uitgebreid naar 166 plaatsen door hier een parkeerdek als tweede parkeerlaag op te plaatsen. Op de hoek van de Lange Wijk en Julianastraat is een particuliere ontwikkeling gepland voor de bouw van een hotel. In de plint komt een restaurant met daarboven twee bouwlagen met hotelkamers en een woonappartement. Het zwaartepunt van alle veranderingen in het centrum van Dedemsvaart ligt op de markt en omgeving. Met supermarkten, woningen, horeca en winkels wordt dit het kernwinkelgebied van het dorp. Aan de noord- en westkant van het marktplein is nieuwe bebouwing gepland. In het realiseren bouwblok aan de Marktzijde Noord worden zo'n 15 appartementen gerealiseerd en is ruimte voor circa 1400 vierkante meter detailhandel. Het grootste gedeelte hiervan wordt ingevuld met een supermarkt. Het bouwblok aan de westzijde van de markt bestaat uit ruim 20 appartementen en circa 4200 vierkante meter voor commerciële voorzieningen. Ook hier is ruimte voor een supermarkt, enkele grotere winkels en wat kleine winkeltjes of een horecavoorziening. Het bouwrijp maken van de markt is in het najaar van 2012 gestart. In de eerste maanden van 2013 worden enkele gebouwen gesloopt. Daarna kan de nieuwbouw starten. Pas nadat deze gebouwen zijn opgeleverd, krijgt ook de openbare ruimte op de markt een geheel nieuwe inrichting met nieuwe bestrating en nieuw straatmeubilair. Ook deze inrichting sluit aan bij de inrichtingsprincipes van de Julianastraat, Wisseling en Marktstraat. De Julianastraat Noord wordt een aanloopgebied. Het kernwinkelgebied bestaat uit de Markt, Marktstraat en Julianastraat Zuid. De achtergebleven ruimtes van de voormalige supermarkten worden bij voorkeur ingevuld met commerciële dienstverlening, horeca of door innovatieve startende bedrijven. In het gebied achter de voormalige supermarkten wordt een aantrekkelijk woongebied gecreëerd. Aan de zuidkant van de markt staat het Olde Postkantoor. Deze locatie wordt opnieuw ontwikkeld waarbij de aanbouw wordt gesloopt. Het monumentale oude gedeelte blijft behouden. Op de locatie van de aanbouw wordt een 400 vierkante meter grote markthal gerealiseerd. Hierin komen kleine winkelunits en horeca. Wilt u meer weten over het masterplan Centrum Dedemsvaart? Kom gerust eens langs in het projectbureau aan de Julianastraat. De medewerkers kunnen u van alles vertellen over de plannen.
Ook kunt u kijken op www.masterplancentrumdedemsvaart.nl voor een overzicht van de vele projecten en plannen. Of neem contact op met de gemeente Hardenberg. Bel hiervoor naar 14 05 23.